Hoi, mijn naam is Jonathan. Ik zit in mijn tweede jaar van Engineering Elektrotechniek. Vandaag laat ik je mijn opleiding zien en beantwoord ik gelijk de meest gestelde vragen. Kijk je mee? Onze school staat samen met andere HVA-gebouwen op de Amstelcampus. Vanaf Centraal Station ben je binnen een paar minuten op de HVA. De halte zit recht tegenover onze school, wat echt super relaxed is. Ik woon zelf in Nieuw-Vennep en ben ongeveer een uurtje onderweg. Onze opleiding heeft zijn eigen verdieping. Wat super handig is, want er is altijd een docent in de buurt als je een vraag hebt. Elektrotechniek zit zo'n beetje in mijn genen. Mijn opa, mijn vader, mijn broer, we hebben het allemaal gestudeerd. Ik was vanaf jongs af aan ook al bezig met computers bouwen en apparaten uit elkaar aan het halen. Ik heb hiervoor VWO gedaan. Op de middelbare school kwam ik erachter dat ik het liefst leer door dingen te doen. Alleen maar theorie is niks voor mij. Bij Engineering Elektrotechniek pas je die theorie toe in de praktijk. Daarom past deze opleiding echt goed bij mij. Een jaar is verdeeld in 4 blokken van 10 weken. Elk blok heb je een project en 2 theorievakken. Voor elk theorievak heb je 2 keer in de week les en je hebt 1 keer in de week praktijkles. Dan ga je bijvoorbeeld de schakelingen die je hebt geleerd maken en doormeten. Ook heb je elke week een projectdag. Alleen of met je groepje werk je aan je projecten. De docent legt tijdens die dag op meerdere momenten dingen uit en is beschikbaar om vragen aan te stellen. Ik denk dat je zo'n 16 uur per week les hebt en totaal ben je denk ik zeker wel 40 uur per week met school bezig. In het eerste jaar heb je je vaste studiebegeleider. Die staat altijd voor je klaar om je te helpen. Het eerste half jaar heb je alleen maar individuele projecten. Daarna werk je net als in het werkveld vaak in groepjes. Wat fijn is aan onze opleiding, is dat je de kennis van het vorige project toepast op het volgende. Zo leer je eigenlijk stapsgewijs. Samenwerken is soms best frustrerend. Je werkt samen met allemaal verschillende soorten mensen die net even anders werken dan jij. Het belangrijkste wat ik daarvan heb geleerd is dat je aan het begin gewoon duidelijke afspraken maakt en je aan die planning houdt. En trek op tijd aan de bel bij je docent als het niet goed gaat. Die helpt je dan, zodat je weer verder kunt. Blok 4 robotica vond ik erg leuk. We moesten een robot ontwikkelen die zelf de weg kan vinden. Het is zo leuk om iets te bedenken, te ontwerpen en uiteindelijk te bouwen. Het was best een uitdaging om die robot autonoom te laten bewegen. En ik kan je vertellen, toen hij het eenmaal deed, hebben we echt even gejuicht. Je mag zeker de opleiding starten als je geen natuurkunde of wiskunde B hebt gevolgd. Het is alleen een stuk moeilijker. Daarom raadt de opleiding aan om in dat geval een bijspijkercursus te volgen. Ik ben op de middelbare school op een gegeven moment geswitcht van wiskunde B naar wiskunde A. En voor mij was het eerste jaar prima te doen. Als elektrotechnisch ingenieur kun je overal aan de slag. Je kan gaan werken bij de grote bedrijven als Philips of ASML of bij verschillende ingenieursbureaus. Maar je kan ook aan de slag als engineer bij de overheid om systemen te testen of te ontwerpen. Ik weet nog niet welke richting ik op wil. Maar het lijkt me mooi om producten te ontwikkelen waar mensen echt wat aan hebben. En ik wil uiteindelijk een eigen bedrijf oprichten. Het klinkt misschien een beetje cliché, maar het is super belangrijk om naar al je lessen toe te gaan. Als je dat namelijk doet en gewoon je huiswerk bijhoudt en goede planning maakt, dan heb je echt alle tijd over om leuke dingen te doen. Ik sport regelmatig en in het weekend doe ik vaak iets leuks met mijn vriendin of vrienden. Filmpje pakken, een beetje gamen, dat soort leuke dingen. Daarnaast werk ik 1 dagje in de week in het bedrijf van mijn vader. Dus, zoals je hoort, heb ik genoeg tijd voor andere dingen naast mijn opleiding. Wil je meer weten over Engineering Elektrotechniek? Kom een keertje kijken op de open dag of stuur alvast je vraag via Instagram DM. Doei!